Liefhebbers van vrachtwagens konden afgelopen vrijdag weer hun hart ophalen bij een nieuwe truckshow in Wijchen. Voor de derde keer in 6 jaar tijd stonden de mooiste cabines weer keurig langs elkaar opgesteld. En was er ruimte voor een drankje, een dansje en vooral veel knipperende lichten. Met toeters en bellen kwam de ene na de andere truck het terrein in Wijchen op. De tientonners werden netjes gepresenteerd aan het Maas- en Waalse publiek. Voor de organisatie is het dan ook zeer belangrijk dat het evenement een regionaal tintje behoudt. We houden het heel regionaal qua bezoekers en qua deelnemers van de trucks. Het is een beetje ons kent ons en dat willen we ook echt erin houden. Daarom is het best wel compact. Nou, en er zitten wel uitschieters tussen naar wat verder weg en tot wel echt 80 kilometer zeg maar weg. Maar de meeste zijn echt uit de buurt, ja. Ja. De show is klein ontstaan en blijft dus ook kleinschalig. Toch komen er naast meer publiek ook steeds meer trucks naar het evenement. Vandaag zijn er 58 en vorig jaar 45. Dus we proberen wel een beetje te groeien. Hier en daar, vorig jaar was het aan die zijde en deze zijde en nu hebben we het andersom gepakt. Voornamelijk wel echt alleen trucks. Er is natuurlijk een snackraam, een bar en een DJ aanwezig. Die zal straks wel plaatjes draaien. Maar voornamelijk de vrachtwagens en de gezelligheid eromheen met elkaar. Onder deze trucks zitten ook pareltjes waar het publiek laaiend over is. Nou, ik wil het later graag worden. Je wil chauffeur worden? Ja, graag. En heb je een beetje rondgekeken wat voor een truck je zou willen hebben? Ja hoor. Ja? Een mooie Scania. Ik vind heel veel mooi. Ik ben niet heel kieskeurig. Ik ben wel zelf een Scania-man. Maar een Volvo zoals deze vind ik ook prachtig bijvoorbeeld. Ja, absoluut. Ja. Omdat het gewoon mooie vrachtwagens zijn hier. Gewoon een beetje kijken. Ja, ook wel Scania. Het is gewoon een hele mooie vrachtwagen. Ja. Van Harry van Dalen. En waarom? Omdat ik die gewoon heel mooi vind. Een mooie kleur. Ja, is dat die paarse? Ja. Met de bos op achterop? Ja, klopt. Ja, die vind jij mooi. Ja, zeker. Ja.